Hoi, ik ben Günter en in deze video laat ik jullie zien hoe je een originele carbonara saus maakt. Spaghetti carbonara. De originele carbonara bestaat uit 5 ingrediënten. Spaghetti, pancetta, ei, Parmezaanse kaas en peper. Maar bij mij hoort er altijd wat knoflook in. Dus ik ga het 6e ingrediënt toevoegen. Badass! We beginnen met de spaghetti. Het water kookt en ik doe hem altijd als dat spelletje van vroeger, Mikado. Een klein beetje zout aan het water toevoegen. Dan gaan we de saus maken. De carbonara. Beetje olijfolie, warm laten worden. De olijfolie is goed warm. En dan gaan we de pancetta erbij doen. Bakken we aan. Heb ik hier 6 eieren. Om koekjes te rapsen en kaas. En daar rasp ik een flinke berg Parmezaanse kaas doorheen. Oké, dat lijkt mij voldoende. Nou, de spek. Ik zet er een tijdje in, hij begint een klein beetje van zijn vet vrij te laten. En nu gaat de knoflook erbij. Ik gebruik 4 teentjes. Oké. Zet hem iets lager, zodat de knoflook niet verbrandt. Ondertussen mengen we dit even goed met elkaar. Oké, de spaghetti is gaar. Zet ik uit. En die spaghetti die gooi ik erbij. Zet ik ook even iets lager. Nou, dit gaat erbij. Dit mengen we even heel goed door. Ik heb nu extra laag staan. Zodat die eieren alleen maar gaan stollen. Als ik hem te hoog zet, dan krijg je roerbak-ei. En dat wil je niet hebben. En als laatste peper. En dan gaan we het bord opmaken. Klein beetje peper nog. En op het laatst nog een klein beetje geraspte kaas. En zo maak je spaghetti carbonara.